En ik ben normaal helemaal niet een goede shoe shopper, maar de laatste maanden wel. Nu dus ook. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag. Vorige week zag je dat ik in Londen was. Voor Kate Moss, voor Rimmel, dat ik daar geshopt heb, ook met een shoplog. Deze week ga ik naar Parijs. Yeah! Niet met Kate Moss. Nee. Met mijn moeder ga ik naar Parijs. Ze was, zoals ik in de vorige vlog al vertelde, jarig. Mijn cadeau voor haar was dat we een paar dagen gingen shoppen, vooral in Parijs. En het leek me leuk om dat een soort van herinnering vast te leggen. Dus we wachten nu op de Uber. Dat duurt een beetje lang, maar die is er zo. En dan gaan we met de Thalys, dus met de trein, gaan we naar Parijs. En de koffers zijn gepakt en we zijn helemaal ready to go. We zijn in Parijs, we wachten op de metro. Ja, ik had een Uber besteld, maar dat ging helemaal mis. Die kwam niet en toen kwam die weer wel, maar toen zou het in plaats van 1 minuut 22 minuten gaan duren en weet ik wat allemaal. Dus toen dacht ik van oké, we gaan wel met de metro. Toen moest ik allemaal leren te betalen. We gaan nu gewoon met de metro naar het hotel. Even koffers droppen en dan gaan we weer naar Parijs. We zijn aangekomen in het hotel. We konden nu gelijk inchecken, dat was wel fijn, want eerst zouden we... Als alles volgens plan was gegaan, dan zouden we niet kunnen checken. Dus nu konden we in ieder geval gelijk even opfrissen in de hotelkamer voordat we zo meteen weer weggaan. We hebben echt een heel schattig hotelkamertje. Het is echt heel leuk. Heel knus en gezellig. Twee bedjes. Kijk ook dit poefje. Bureautje met televisie. Wasspiegel. En dan hebben we een badkamer. Badkamer met alles erop en eraan. We zitten in de binnenplaats. Oh ja. Wat leuk. Kijk. Oh, en hier zie je de straat. Dit is de straat. De Eiffeltoren. En dit is het schattige hotelletje waar we in verblijven. Daar zijn we weer bij mijn favoriete warenhuis. Galerie Lafayette. Dit vind jij niks, hè? Ik vind de kleur ook niet zo mooi. Nee. Nou, deze vind ik echt heel mooi. Geen lunch, maar wel gebakjes in Galerie Lafayette. Ik heb deze limoen merengue. En hoe heet die? Meijertje. We zijn in de gigantische schoenenafdeling van de Galerie Lafayette. Maar vrijwel alles is hier gigantisch. En ik ben normaal helemaal niet een goede shoe shopper, maar ik de laatste maanden wel. Nu dus ook. Ik heb het gevoel dat het wel avond is, omdat hier ook geen ramen zijn. En dan is het dan donker. Maar het is gewoon nog 3 uur 's middags. En we gaan nu naar Printemps. Dus het andere warenhuis. Dan gaan we er even uit. Dan gaan we er even uit. En mama heeft kos gekocht. Yes, yes, yes. Twee hele mooie tops. Tops, hè? Ja. En dit is dan onze volgende stop. Ook alweer zo'n mooi oud warenhuis. Mama had nog nooit macarons van La Durée geprobeerd. Dus er is hier in Printemps een klein hoekje. Ze hebben even wat macarons gekocht. Onder andere is altijd caramel. Oh, die is zo lekker. Het is ook echt een heel mooi warenhuis. Het zit wel dus echt naast Lafayette. Dus dat vind ik zo... Ja, opvallend wel. Twee van die concurrerende warenhuizen. Maar, ja, vind je het mooier? Ja, absoluut. Het is inmiddels 17:15. Time flies when you're spending a lot of money. Dus wij gaan terug naar het hotel. Dan gaan we dan onze spullen daar droppen en dan gaan we in de buurt ergens wat eten. We zijn maar naar 2 warenhuizen geweest en dat zit. Maar ja, het is ook zo groot hier. Dus, ja, is ook niet erg. We zijn weer in ons piepkleine hotelkamertje, hotelletje. Dit is alles. Dit is de hele gang. We zitten hier. Het is zo schattig. En dan nog te behalen, hè? Niet weten waar we zitten. Zo. Tadaam, tadaam. De schade eens even bekijken. Zo. De schoenen even uit ook. Ja. Tijd voor La Durée. Oh ja. 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 Ja.
Kijk. Je zou verwachten dat het echt magisch is. Want het is zo duur. Het is wel gewoon heel lekker. Kijk hoor, dit is citroen. Heel lekker. Dit. Even, even kijken. Ja, ik heb koffie. Karamel, zeezout. Twee keer. Ja, ik denk dat deze koffie en rum zijn. Dit is een twee keer karamel, zeezout. En die andere is candy, aardbei of zo. Nou man. Deze, die hadden we samen, ja. Hè? Ja. Nou, proost. Proost. Mm. Ja. Heerlijk. Ja? We lopen nu naar het restaurant. Ja. We gaan Italiaans eten, lekker in de buurt. Even een klein stukje lopen. In deze mooie straat. Kleine outfit change, even andere schoenen aangedaan. Voor mijn ballerina's en voor mama de TomToms. Het zijn schoenen van het merk Toms en mijn ballerina's zijn van Chloe. En wat doe je als je in Frankrijk bent? Ja. Italiaans eten. Ik heb een pasta pesto. En mama heeft een 4 kazen pizza. Quattro formaggi. En de tiramisu. Ik vind het nu zo lekker. Papa stuurde deze foto van dat hij en Thijs, mijn broertje, gaan eten samen. Hartstikke goed, want mama is natuurlijk nu met mij in Parijs. Dus moet ze het zelf doen en mijn vader is nou niet echt masterchef. En toen keek ik net eens goed naar wat ze dus eten. Stokbroodjes met een blaadje sla en zalm. En aardappelschijfjes, dat is toch geen maaltijd? Dat is toch... Het is zo grappig. Ik vraag me echt af hoe ze hierop gekomen zijn. Maar wel heel gezellig dat ze wel met z'n tweeën even gaan eten. Dat vind ik wel goed. Buiten ook, ja. Ik ben gedoucht. We gaan lekker slapen. Goedemorgen, daar zijn we weer. Niet zo'n topnacht gehad. Ik ben heel veel wakker geworden. Mama ook. Maakt verder niet uit, want ik heb echt heel veel zin in vandaag. We gaan vandaag lekker de stad in. We gaan naar de Champs-Élysées bijvoorbeeld. Nou, gewoon lekker erop uit. Ik ga me nu even omkleden, opmaken en dan gaan we zo even ergens lekker ontbijten. Make-up is gedaan en het is gelukkig niet totaal afgrijzelijk geworden, want het is af en toe toch een beetje lastig hier. Ik heb dan gewoon het spiegeltje van mijn oogschaduwpalet dat ik gebruik en dat is toch een beetje dat je denkt, de wenkbrauwen, ja. Altijd een probleem. Yes. Ik heb mijn eyeliner toch even iets dikker gemaakt. Zodat mijn wenkbrauwen ook iets minder opvallen. Als jullie nou echt allemaal veel te dik vinden. Alsjeblieft, gaat niet 100 keer reageren. Ik weet dat wenkbrauwen echt een ding zijn. Maar ik doe ook maar mijn best. Ik ben niet thuis. Het is gewoon moeilijk. Probeer eens met dit borsteltje. Bij mij hielp het. Ik weet het niet hoor. Ja, ze zijn wel heel mooi getekend. Ja, ik zou er eigenlijk gewoon helemaal niks aan doen. Maar je zegt net dat ze te dik zijn. Ze zijn wel... Ja, ze is voor jou doen, wel. Maar dan toch zeg je niks meer aan doen. Nou, weet je, je hebt ze wel heel strak getekend. Snap je? Dus ik ben zo bang dat ik ze weer minder strak maak. We zijn aan het ontbijten, hier. En we hebben allebei een verse jus, een croissant voor mama en een pain au chocolat die best wel groot is. Die hebben we besteld. We zitten hier onder de achtergrond, buiten. Heel lekker, zonnetje schijnt. Aan de rotonde hier, heel druk. Tussen allemaal Fransen. Erg leuk. We zijn nu op de Champs-Élysées. Yeah! We gaan naar Sephora. Hoe kan dit ook anders? Ik heb die ring van Tiffany & Co. Gisteravond was je nog boos. Serieus. Leuk. Ja. 1200, 230. Maar wat is nou 230? Ja, het zilver is het goedkoopst. De Guerlain winkel is ook echt prachtig. Zo mooi. Kijk nou, leuk. Beautiful. En dan de Sephora, die zit er praktisch naast. Helemaal benefit. Kijk hoe super vet gedaan. Prachtig. En hier nog alle andere stands, is zo groot. Ik kan hier uren rondlopen. We hebben de Decay lipsticks. Shop, shop, shop. Lars en La Duree. We lopen hier op de Champs-Élysées. Een stukje, lekker weer. En dan gaan we zo naar Saint Honoré. Waar onder andere Colette zit. Moeder is er nog nooit geweest. Ik was er met Jeff in januari. Het is wel echt heel cool. Moet ze even zien. Ik vind dit
gewoon mooi dat dan al het licht zo door die bladeren heen valt. Mama en ik zijn nu even bij het Salmonerie. Een heel schattig klein binnenplaatsje wat aan het lunchen. We kwamen daar toevallig, liepen er tegenaan. Kijk. Kies voor mama en voor mij een sandwich met kip. En even de duikwijn. Don't worry, is gewoon sparkling water. En heb je hier dus nog wat winkels. Hier hebben we net wat gegeten. Echt een aanrader, mocht je een keer in San Honoré zijn. Ja. En wat willen eten, wat drinken. Ze hebben ook gebak. Nou, dan zijn we nu dus weer in de straat. En we maken natuurlijk even een stop bij La Durée. Hadden we afgesproken. Mama vond het zo lekker die macarons zijn. Nou, als we nog een keer tegenkomen, dan gaan we er weer even naartoe. Kijk hoe leuk. Ook die etalage. Heerlijk. En er is hier weer het mintgroene tasje. We hebben dit keer een heel leuk speciaal doosje met een ballerina erop. Zo cute. En we zitten even bij Colette, even drinken. Dit is dus in de kelder bij Colette. En dit is dus Colette gaan rond. Allemaal leuke gadgets. Echt hele toffe dingen. En boven is mode. Nou, we zijn back in de hotel. En ik lig even op bed. We willen eigenlijk nog even naar de Eiffeltoren, want het is zo dichtbij. Het is stom om er niet naartoe te gaan, maar we zijn best wel moe. Zoveel geshopt. Zoveel gelopen. Papa heeft net dat er pakketjes aangekomen. Ik woon al bijna 3 jaar in Amsterdam, maar er komen soms nog pakketjes in Arnhem, per ongeluk. En er zitten lipsticks in van Rimmel. Heel gek, ik snap niet hoe dat fout is gegaan, maar goed. Ik heb wel vaker contact met Rimmel, maar papa maakt dan even zo'n foto. Dit zijn de kleuren. Zo schattig. En het is weer tijd voor avondeten. We zitten bij een heel leuk Chinees Thais restaurantje. En we hebben om te beginnen Vietnamese dumplings besteld. Zou je niet een stukje ervan afsnijden of zo? Ja. Het is bijna niet, dat kan je in één keer. Ja, en dan? Oh jee, daar is nog een. Ja. Hallo. Yes. Thank you. Het ziet er goed uit hoor. En dit zijn steamed dumplings met garnaal. En dit gaan we dan samen delen. En het hoofdgerecht. Het van mama ziet er echt heel mooi uit. Ja. Kijk eens. Sausje, rijst erbij. En dat van mij ziet er... Ja, dit is gewoon een... Net zoals gisteren, zo'n pasta bord. Maar wel moet je lekker, niet denk ik. Bij? Met beef. Noedels met beef. We lopen weer terug. We gaan even naar de Eiffeltoren nu. En dat was zo leuk. Die vrouw vroeg aan het einde. Is this your sister? En ik vind dat heel grappig, want mijn vader krijgt heel vaak te horen van... Oh, wat ziet er jong uit. En toen kreeg ik opeens een paar keer dus de vraag of mama mijn zus was, wat mijn moeder altijd heel erg belachelijk vindt. Ik dacht van ja, kom op. Yeah. Wat is het voor nep geslijm? Maar ik vond dat wel heel leuk en heel grappig. Zie jij er dan zo slecht uit? Vraag ik me dan altijd af. En daar is hij dan met een hele grote voetbal. Hangt de voetbal onder. Ik blijf het bijzonder vinden. Yeah. Het is zo'n groot ding. En ik vraag me echt af hoeveel mensen ook echt in dat liftje gaan naar boven. Want het is echt, dan moet je heel lang in de rij staan. We zijn terug op de hotelkamer met deze bonbons. Dit zijn echt van die typische Franse, ja toch of niet? Belgisch. Oh, of Belgisch. Nou, ik weet in ieder geval dat we het vroeger op vakantie ook altijd doen. Haalden we zo'n bonbon, dan 1 per stuk. Ik denk niet, het zijn niet exact dezelfde die we altijd hadden, maar hetzelfde idee wel. Het is echt huge. Zit ik weer met mijn rode hoofd. Lekker gedoucht. Klaar voor de laatste nacht hier in Parijs. Morgenochtend, morgenmiddag gaan we alweer terug naar Nederland. Vorige nacht hebben we echt heel slecht geslapen. Dus ik hoop dat het deze laatste nacht wat beter gaat. En de laatste dag is aangebroken. Ik heb me net opgemaakt. Mama is nog even bezig. Ik ga de hotelkamer een beetje op orde maken. En dan gaan we lekker ons laatste Franse croissantje eten. Oh, wat is er? Ga je nu huilen? Nee. Ja. Dit was het einde. Dit was het alweer, ja. Maar Viertje, ja. Zit mijn wenkbrauwtjes goed? En ons ontbijtje. En de tafel zit vol. Met jus en water en koffie, of nee, een thee en chocomel. En we zitten hier weer aan de rotonde, maar dan dus in een ander cafeetje. Hoi. Hoi. Ik ben hier vandaag met mijn moeder. Wij zijn op dit moment in Parijs. We hebben de shop nog opgenomen. We hebben alles ingepakt.
En dan gaan we nu uitchecken. En weer terug met de Thalys naar Nederland. Het ging echt super snel. Het is echt, voordat je het weet, is het alweer voorbij. Ja. Dus dat is een beetje jammer. Maar het was heel fijn. Ja? Op naar volgend jaar. Op naar volgend jaar. Op naar volgend jaar. Wat wordt volgend jaar, wat had je? Volgend jaar zou ik heel graag met jou naar Londen willen. Ja. We willen het zien. Aangekomen in Gardinoor. We zitten nu even bij zo'n apart huisje van Starbucks. Hier was ik in januari met Disney. Toen ik terugging, heb ik hier nog gezeten. Toen ook met Teske. En grappig dat je hier dan weer bent. Ik was helemaal vergeten dat het ook op Gardinoor was. Ik heb even een chai latte gehaald. Vera, ik vind het knap dat ze alleen de F verkeerd heeft gedaan. Marijke was helemaal aan het drama, maar moeder Marijke. Dus daar hebben we maar even... Ik zei Marijke en toen keek ze me echt aan. Toen zei ik nou... Maria. Maria. Het is ook een afgeleide van Maria. Ja? Is het een afgeleide van Maria. Oh. Dan kun je lekker zo. Ik vind de vlog afsluiten een beetje lastig na zoiets. Dan denk ik, ja, moet ik het dan afsluiten als ik nog in Parijs ben? Ik vind het ergens een beetje suf om het dan afsluiten als ik weer thuis ben. Maar ik vind het ook weer stom als het onderweg is. Dan lijkt het weer zo gehaast. Dus nou ja, ik sluit hem dan toch maar even thuis af. Ik ben weer thuis van Parijs. Het was echt ontzettend leuk. Deze dagen mijn moeder lekker in Parijs. Onze shopping trip. En echt wel heel leuke herinneringen gemaakt, denk ik. En ik vond het wel tof om alles te kunnen vastleggen op bewegend beeld. Niet als foto's, maar als film vind ik toch al heel erg leuk. En ik hoop dat jullie het ook leuk vonden om te zien. Ja, ik weet eigenlijk niet wat ik er nog verder aan toe moet voegen. Mama is nu al weer door. Die is nu naar Berlijn. Komende tijd staan er verder geen tripjes meer op de planning. Maar als er nog iets van een vlog is of whatever wat jullie leuk vinden om te zien, laat het me vooral weten. En dan ga ik afsluiten. Heel erg bedankt voor het kijken. Heel graag tot dinsdag. Dan ben ik er met een nieuwe video. Ik upload 3 keer per week. En dan zie ik je heel graag dan. Doeg!